Isram Kelawan heeft afgelopen zaterdag zijn eerste gedichtenbundel gelanceerd. Dit gebeurde in de Sathi Cultural Center aan de Kwattaweg door middel van presentaties van studenten van de culturele organisatie Sathi. Ram Kelawan maakt al 30 jaar muziek en is een liefhebber van de dichtkunst. Indra Pagu van Sathi zegt dat de gedichten binnen 2 weken in een bundel zijn verwerkt. De titel van de gedichtenbundel is Shep or Chewike Beach, wat betekent tussen woord en beeld. We hebben samen eraan gewerkt. De vertaling, alles samen goed gedaan. We hebben eigenlijk heel veel ingezet om dit boek tot stand te brengen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat het een heel leuk moment is geweest voor ons. Leerrijk, want onze Putra Bihari die kan heel erg goed Hindi lezen, schrijven en dergelijke. En ik mocht heel veel van haar leren. Hoe je eigenlijk de vertaling moet doen, ook in het Nederlands, maar met de Hindi woorden. Dus dat zijn eigenlijk hele hoogtepunten voor ons geweest, leermomenten, goede leermomenten voor ons. En ik ben geen kawi, maar dankzij dit boek heb ik heel veel van het leven moeten leren, omdat ik mij toen heb verdiept in dit boek. En ik denk ook Utra en ook Ratna en de rest die ermee bezig waren. We hebben echt leuke momenten gehad, want als ik terugblik naar andere gedichten, dan denk ik bij mezelf van hey, dit hadden we eerder moeten doen. Dit hadden we echt eerder moeten doen. De bundel bevat gedichten in Hindi, Nederlands en Surinami. Alle gedichten zijn vertaald of de essentie van de boodschap is weergegeven, zodat ieder weet waar het over gaat. Ram Kelawan, die ook taal- en muzieklessen geeft aan de kinderen van Stichting Sathi, zegt dat taal van groot belang is bij het schrijven van liederen en gedichten. Hij vindt dat in het Caribisch gebied het Hindi verwaarloosd wordt. En snel naar constructie, welke makkelijke constructie, welke niet een diepgaand boodschap heeft. En dat is merkbaar in onze samenleving bij liederencompositie, dat je heel lichtelijke, geen opvoedkundige of soms niet een diep inhoud hebt in liederen. En mijn doel is, elke lied heeft een boodschap. En elk boodschap gaat jou achtervolgen. Dus wat je plant, ga je morgen oogsten, vandaag plant, morgen oogsten. Wat ik hiermee bedoel, is heel belangrijk om te weten aan schrijvers, componisten, mensen die bezighouden met muziek, zang en tekst schrijven. En u bent een vertolker, je bent een boodschapper. Uw boodschap is belangrijk. Neem aan, u gebruikt een vulgair term in een lied. Niet opvoedkundig. Het is. U zou dat niet moeten doen. Chris Ram Kelawan, hij heeft zaterdag zijn gedichtenbundel gelanceerd. Hij drukte zangers en dichters op het hart zich niet schuldig te maken aan vulgair taalgebruik, omdat het geen goed voorbeeld is.